Hallo beste kijkers en welkom bij deze nieuwe Weekend League video. We moeten weer met zilver spelen, jongens. We hebben Timothy, Fosu Mensah, Hernandez, team of the season op linksback. En als laatste speler de Nederlander Nathan Aké en daarvan zijn informpje. Waarmee ik meteen moet zeggen, hij was bij verre de zwakke schakel van het teampje. Hij was gewoon niet sterk genoeg. Ik had eerst Amarte zijn man of the match. Die had 89 physical en als je daar dus de shadow op zet, had hij een enorm hoge rating op centerback. Volgens mij was het dan een 92 algemeen centraal verdediger. En als je die als centerback had, merkte hij niet eens dat je een zilver had. Bij Nathan Aké merk je dat wel. Hij is kleiner. Hij is veel minder sterk. En ik vind hem sowieso ook wat minder behendig met het verdedigen. Maar ik had Inform Aké wel nodig. Want ik had namelijk de links voor Fosu Mensah nodig. De mid-mid. Die misschien wel de allerbeste zilver is. Als je niet Informs of Team of the Season kaarten meetelt. Geweldige speler. En ik wilde hem op volledige chemistry hebben. En daardoor kon ik ook Paul Pogba gebruiken, wat een geweldige rechteraanvallend mid is. Dus had ik maar gewoon geaccepteerd dat ik Nathan Aké moest gebruiken, dat ik één mindere positie in mijn team had. Want de rest van mijn team speelde wel heel goed, natuurlijk met first owner team of the season Mertens. Al had ik wel gelijk in de vorige video toen ik zei dat het verschil tussen zijn 90 in de vorm en 95 team of the season niet zo heel groot zou zijn. En daarin had ik ook gelijk, omdat het grootste probleem met Mertens blijft dat hij nogal klein is en niet heel sterk is. En daar gaat zo'n team of the season niet een groot verschil in brengen. Dus het verschil, wat ik wil zeggen, is dat het verschil van Nainggolan bijvoorbeeld na zijn team op de season van zijn inform wel wat groter is dan bij Mertens. Maar desondanks hebben we ook wel gewoon lekker first owner Mertens in ons teampje. En hij speelt voor mij enorm goed. Gaat dik 1 op 1 qua goalcontributies. Dybala gaat 2 op 0 met goalcontributies. Hij heeft gelijk aantal aan assists en doelpunten in de wedstrijden die hij gespeeld heeft. Volgens mij heeft hij nu op het moment van mij 40 wedstrijden gespeeld, daarin 40 doelpunten. En volgens mij nog iets meer assists van 42 of zo. Hij geeft heel veel goals af. Is niet de meest arrogante speler op het veld. Dat is mooi om te zien. En hij is natuurlijk ook een geweldige speler in mijn teampje. Samen met El Shaarawy. En dan hebben we uiteindelijk op verdedigend mid dan Nainggolan en Timothy Fosu Mensah. Spelen wel heel goed. En dan is het eigenlijk de enige zwakke schakel in mijn teampje. Nathan Aké, wat ik net zei. Dus dat is allemaal wel prima. Team of the Seasons, een ander onderwerp nog, zijn ook nu de Squadlong Challenges van. Je kan nu Tradable en Untradable Squadlong Challenge Team of the Seasons krijgen. Dat wil ik natuurlijk zelf ook heel graag doen. Komt er nog een video over. Ik heb er een aantal bij elkaar gezameld. Daar ga ik als een kleine mini-video binnenkort uploaden op mijn kanaaltje. En dan gaan we die video dus een aantal Tradable en Untradable Squadlong Challenges doen voor de Team of the Season kaartjes. Ik heb er nu eentje gedaan, die heb ik niet gefilmd. Daaruit kreeg ik een Portugese walkout. Maar helaas was het geen Cristiano Ronaldo, want er zijn best wel een aantal Team of the Seasons van Portugal op het moment, waarvan er ook een heleboel walkouts zijn. Ik had ook op de ISL die afgelopen zaterdag, oftewel gisteren als je de video kijkt, de dag dat geüpload is, een paar walkouts gepakt voor andere mensen. Een paar wilden namelijk proeven hoe het was om Team of the Season Mertens te pakken. Ze wilden wat afpakken van mijn geluk. Lukte niet totaal, maar ze hadden wel een paar walkouts gepakt. Voor iemand had ik Smolov. Ik had voor iemand anders ook nog een Portugese walkout die verder wel een stukje minder was. Maar het was wel een walkoutje. Alleen als we naar 25k packs gingen, was het echt complete troep. Dus mijn geluk op de telefoon is niet zo heel best. Dus jongens, als jullie vragen om een Team of the Season Mertens te pakken, dan wordt het misschien een beetje lastig. Maar het was wel echt een enorm top evenement bij de ISL in de Amsterdam Arena. Ik heb het enorm naar mijn zin gehad. Heel veel mensen van jullie ontmoet. Heel veel foto's gemaakt. En ik heb het gewoon super gehad met Bas, Raoul en Milo. Milo heeft nog een leuk verhaal. Ik zal hij vast op zichzelf een keer vertellen wat hij meegemaakt had. Want dat was nog echt een heel moment. Jullie kunnen het ook op Twitter zien. Raoul heeft het namelijk op film gezet op Twitter. Dus dan kan je kijken wat er daarmee gebeurde. Was nog eens eventjes schrikken. Maar het was verder enorm goed bevallen. En daarom was ik heel blij dat we daar lekker naartoe waren gegaan. En het was gewoon super. En ik hoop dat er weer binnenkort een ander evenement komt. Want ik vind die meetings toch altijd leuk om jullie te zien, jullie te ontmoeten en ook met jullie gewoon een praatje te maken. Als je er niet bij kon zijn, dus niet getreurd. Er zal vast nog wel een keer een moment komen waarbij we met z'n allen op de foto kunnen. Dus dat komt allemaal wel goed. En dan nu terugkomen naar de gameplay. We komen meteen een helemaal geen verkeerd team. Hij heeft dan die Griekse spits die hij uiteindelijk eruit wisselde voor Jungmin Son volgens mij. En hij had ook nog een andere zilver die hij wisselde voor Paulsen. Paulsen in vorm van Rasenballsport Leipzig. Die helemaal niet slecht is. Hij in vorm heeft een enorm goed kaartje. Dus ik had best wel een moeilijke tegenstander waar ik tegen moest spelen. Hij scoorde ook de 0-1. En toen kwam ik dus meteen één stap achter. En moesten we dus de kracht van Paulo Dybala gebruiken om ons op gelijke hoogte te brengen. En dat lukte. In de 12e minuut scoren wij 1-1 om de wedstrijd weer op gelijke hoogte te brengen. Maar hij krijgt hier een klein beetje geluk. Nainggolan probeert de bal af te pakken. Trapt hem onderuit. En zo krijgt hij een penalty mee. En die scoort hij ook. Scoort de 1-2 met Cristiano Ronaldo uit een penalty. En dat was een beetje jammer. Want daardoor waren we weer terug
bij af. Waardoor we weer een doelpuntje moesten scoren om op gelijke hoogte te brengen. En dat gaat ons ook lukken met Mertens. Pasen door naar Paul Pogba. En die gaat zijn celebration doen, maar niet zijn standaard dab celebration. Scoort daarmee de 2-2. En daardoor staan we weer op gelijke hoogte. En moeten we het nu proberen om het naar ons toe te trekken. En dat gaan we dus zeker proberen. 22 minuten, we maken een paar passes. Die balla pas door naar Mete, die had ik erin gewisseld. Dat was mijn super sub. De Franse speler uit de Pro League. En die was uiteindelijk de belangrijke speler in het scoren van de 3-2 van Nainggolan. Was een heel belangrijk doelpunt. De rest van de wedstrijd wilde ik eigenlijk proberen dood te spelen. Probeerde toch nog wat kansen te creëren zoals je daar zag. Maar uiteindelijk vielen de doelpunten niet meer. En winnen wij dus met een minimale 3-2. Maar het is wel een overwinning. En daardoor staan we nog steeds ongeslagen erin. Met 7 wins en 0 losses. Komen tegen deze tegenstander 5 at the back. Ben ik niet zo fan van. Moet je daardoor heel veel pasen. Hier stapt hij verkeerd in. Komt hij bij Dries Mertens terecht. En die maakt zo'n kans altijd af. 92 finishing op zijn team op de season kaartje. Nog steeds redelijk laag voor een spits. Maar goed, op dit moment in FIFA kan je met 92 afmaken. Best prima balletjes scoren. En met 99 penalties scoor je ook best vrij penalties. En zo staan we dus al 2-0 voor binnen het eerste kwartier. En gaan we hetzelfde verder uitbouwen hier met Dries Mertens. Doet een fake shot. Komt terecht bij Fosu Mensah. Met een beetje geluk bij Paulo Dybala. En die scoort ook het Jantje binnen 20 minuten. Dat betekent dat je moet afsluiten. Ongeschreven regel, Jantje is afsluiten. Misschien ben ik er zelf niet de meest loyaal in. Dat als ik 3-0 achterkom, dat ik dan altijd quit. Maar deze jongen doet het wel. En daar was ik heel tevreden mee. Komen we tegen deze tegenstander. Dit was een enorm lastige wedstrijd. Hij krijgt hier in de 60e minuut een grote kans met Son. Schiet op de paal. Toen wilde ik toch een beetje gaan aanpassen met team. Dus ik ging van formatie wisselen en hoopte dat er wat kwam. Want na 60 minuten was er dus steeds niet heel veel gecreëerd. En kon het alle kanten op. Onderschep hier de bal. Met Pogba komen bij El Shaarawy. Krijgt Mertens een grote kans. Schiet een binnenkantpaal met een klein beetje pech. Maar het grootste moment moet hier nog komen. In de 70e minuut komt hij hier. Oké, paast de bal automatisch. Was een beetje vervelend en stom gedaan van mijn kant. Komt hij met Son. Doet een heel mooie strakke paas. Op Kante, die schiet de bal erin op een vrijwel leeg doel. Maar dit is het vervelende. Ik drukte hier op schieten. Je ziet het daar boven die ballen staan. Hij drukte niet op schieten en daardoor gebeurde er niks. Ik kon de bal niet afmaken. En daardoor wint hij met 1-0. Wat dan niet eens nodig was. Die kans van Dries Mertens kon er zomaar in gaan. Die kans met die ballen die hij niet schoot had er ook zomaar in gekund. Dus dat was onnodig en daardoor was ik gestopt voor de rest van de dag. Ik dacht, dit gaan we eventjes niet laten gebeuren. Ik wilde toch het geluk iets meer aan mijn zijde krijgen. Dus zijn we weer een andere dag verder gaan spelen. Dit is namelijk gameplay op een andere dag. De gameplay voelde wat soepeler aan, wat fijner. Ik merkte dat de gameplay van mij op vrijdag enorm langzaam was. En nu ik speelde was het veel soepeler. Speelde veel fijner. En al met al had ik dus veel meer naar mijn zin tijdens het spelen van mijn Weekend League games. Want als het zo langzaam is en je hebt heel de vertraging in alles wat je doet, dan is het niet altijd even leuk om die games te spelen. Helemaal niet meer om die 40 games keer op keer te spelen. En als je dat dan zo vaak hebt gedaan, wordt het toch een beetje vermoeiend. Maar we zijn er bijna mee klaar. Volgens mij is de volgende Weekend League dan de allerlaatste. En dan zijn we er vanaf. En dan kunnen we weer wachten tot FIFA 18. Waar we helemaal opnieuw kunnen beginnen. Helemaal zin in. Want dan kunnen we weer een jaar lang hopen op goede packluck. Alleen dan in het begin van FIFA. Zou leuk zijn. Kijk enorm naar uit. Maar voor nu moet ik nog eventjes doen met FIFA 17 Weekend League. En de Team of the Season. Wat over een paar weken ook ten einde komt. Komen we tegen deze tegenstander. Iemand uit Duitsland, als ik zijn badge moet geloven, komt hij met Dybala. Een grote kans en wij scoren de 1-0, omdat Dybala een enorm goede speler is, zoals ik al vaak genoeg heb gezegd. En daarna heb ik samen met Dybala ook nog Dries Mertens, die ook ze nu en dan wel zijn doelpuntje meepikt. Speelt voor mij vooral als centraal aanvallend mid, zowel linksmid als centraal aanvallend mid. En dat is toch wel een dodelijke combinatie van twee enorm venijnige dribbelaars. En ook een venijnig duo die ik waarschijnlijk tot het einde van deze FIFA wel blijf gebruiken omdat ze zo goed zijn. Na de 3-0 stopt mijn tegenstander ermee en komen aan bij de allerlaatste wedstrijd van deze aflevering. En dat was op zich een wedstrijd die alle kanten op kon. We krijgen hier de tegenstander. Hij had een unieke variant met de Portugese League en Team of the Season Gonas. Die helemaal niet slecht is. 5 sterren weak foot ook, dus hij kan met beide benen overweg. En als ik Son moet geloven, zijn spelers met 5 sterren weak foot heel goed. Ik merk het zelf ook bij een Perisic. Dus ik hield er toch wel rekening mee, maar we scoren vroeg aan al de 1-0, omdat hij te vroeg uitkomt. Na Dries Mertens maakt deze heel vrij af, schiet hem onder de benen door van de keeper. Waardoor we dus toch een belangrijke 2-0 scoren en daardoor het heft in handen kunnen nemen. Om vervolgens een paar minuten later weer een grote kans te krijgen. Dybala paas het door naar Dries Mertens. Komt met zijn snelheid er doorheen. Doet een fake. Ja, fake zo moet ik eigenlijk niet zeggen. Hij doet een stop en turn. Maar de bal wordt niet afgemaakt. Wat ik best wel verrassend vond. En zo krijgen wij dus nog steeds
de kans om de 3-0 te scoren, omdat die net niet gescoord werd. Maar hier krijgen we dan weer een grote kans. Dybala naar Sharawi, die bij Mertens en die haalt uit. 3-0 is de score na 62 minuten en dan denkt mijn tegenstander, ik houd ermee op. Hij drukt op start en dan weet je wat er gaat gebeuren als je 3-0 voor staat. Dan ragequit je tegenstander en sta je daarmee op 11 wins en 1 los. Er was een klein foutje in de editing, daardoor had ik een paar games niet opgenomen. Er zijn nu 10 games waarin ik dus 12 heb gespeeld, een beetje onlogisch. Maar we hebben er dus 11 gewonnen en 1 verloren en daarmee wil ik jullie heel graag bedanken voor het kijken. En zie ik jullie bij de volgende video jongens, later.